بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Welkom allemaal. We gaan vandaag verder, inshallah. Het hoofdstuk dat wij vandaag gaan behandelen is Sifatul Huruf. We hebben de vorige keer Makharijul Huruf gehad. Makharijul Huruf zijn de makhraj, de uitgang van iedere letter. En we hebben toen kort gezegd dat, in het kort dus, dat de magharij te verdelen zijn over onderdelen van je mond, zeg maar van het lichaam. Vanuit el jouf, mondholte, komen een aantal letters. Vanuit el halq, de keel, komen een aantal letters. Vanuit de tong komen heel veel letters. En dan vanuit de lippen komen een aantal letters. En één eigenschap, dat komt uit de neus, el gunne. Dat zijn de vijf hoofdonderdelen, en dat hebben we daarna ook verdeeld. We hebben ook gekeken naar iedere categorie, wat voor subcategorieën je hebt, enzovoort. Maar dat zijn magharij, dus uitgang. Ja? Hoe creëer je die letter in je mond? Dat is één. Maar iedere letter, dat is niet voldoende. Iedere letter heeft ook een eigenschap. Ja? Iedere letter heeft een eigenschap. Die eigenschap maakt de letter. Of je die letter correct leest of niet. Bijvoorbeeld, ik geef jullie een voorbeeld. Als jij zegt B of P. Bijvoorbeeld, hè? De P in het Nederlands. De P bestaat niet in het Arabisch. Maar ze hebben allebei dezelfde makhraj. Wat maakt het verschil? Eigenschap, wat we vandaag gaan behandelen. De letter S en Sa. Sin en Sad. Allebei staan in het Arabisch. Maar ze hebben dezelfde makhraj. Wat maakt het verschil? Eigenschap. As-sifa maakt het verschil. T en Ta. Dezelfde makhraj. Wat maakt het verschil? Hoe kun je dat? Het is gewoon precies dezelfde vorm van je mond. Wat maakt het verschil? Het verschil is de eigenschap. En dat gaan we vandaag allemaal behandelen, inshallah. Dus we gaan het vandaag hebben over sifatul huruf. En dat maakt de verschillende letters. Ja? Soms heb je letters van dezelfde uitgang, maar door de eigenschap wordt het een andere letter. Vandaag gaat Ilyas voor ons beginnen, inshallah, bij sifatul huruf. Bismillah. قال الشيخ رحمه الله صفات الحروف قسمان لازمة وعارضة. Okay, laten we even kijken. صفات الحروف قسمان. And let up, je krijgt heel veel subcategorieën in dit hoofdstuk. Twee categorieën voor صفات الحروف. Kunnen we verdelen in twee groepen. لازمة en عارضة. لازمة is intrinsiek aan de letter. Hoort erbij altijd. En عارضة is soms wel, soms niet. Dus eigenschappen zijn vaste eigenschappen. En andere eigenschappen die niet vast zijn. Die veranderen, soms wel, soms niet. Gaan we eerst de definitie doen van beide. أولا الصفات اللازمة الذاتية هي التي من ذات الحرف لا تنفك تنفك of تنفك لا تنفك عنه ولا تنفك betekent dat dat niet losmakelijk, zeg maar. Niet los te maken van de letter. Niet ervan af te halen of zo. Ja. لا تنفك عنه وهي حق الحرف حق للحرف للحرف كالاستعلاء او كالاستعلاء والهمس وسائر الصفات الاتيه اوكي الاتيه what is الصفات اللازمه heb ik net al gezegd هي التي من ذات الحرف. الصفات اللازمة zijn eigenschappen die bij de letter horen. Gewoon altijd. Hoort erbij. En kan niet van losmaken. Het is onlosmakelijk. Ja? En het voorbeeld. Al-isti'la. Gaan we straks kijken wat het is. Bijvoorbeeld het zwaar maken van een letter. Sommige letters hebben vast, zijn altijd zwaar. Al-hams. Bijvoorbeeld uitspraak met een beetje lucht. Sommige letters hebben dat altijd. En andere sifat die wij gaan behandelen. Ga door. Thaniyan. الصفات العارضة. الزائدة هي الصفة هي الصفة المكملة للحرف بحيث لو أنفكت عنه لا تؤثر في ذاته لا تؤثر أو لا تؤثر في ذاته وهي الصفات وهي الصفات المستحقة الزائدة كالتفخيم والإدغام والإخفاء والإملاء والإمالة
والإمالة. والإمالة. أوكي. يعني الصفات العارضة الزائدة دوس توخفوخ ده أخصخبة. لا تسعين أخصخبة فان letters دي سومس فيل هبت أن سومس نيت زوالس التفخيم. سومخ letters أفهانكلك فان ده كونتكست ماك مفخم فير نيت زوالس بفوض الراء أو ده اللام أو إيتس درخلكس. الإدغام إس أوك نيت إيتس ده ألتايد باين letter هورت سومس فيل سومس نيت. الإخفاء أن الإمالة خام ألمار بهندل إن شاء الله. خام إيرست نار الصفات اللازمة دومار. أولاً الصفات اللازمة الذاتية. صفات الحروف اللازمة 17 صفة 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 يا صفة وهي قسمان: ألف صفات متضادة، ب صفات غير متضادة. اوكي بس خلينا نيجي نار دي ايرست كاتيجوري ويتيلو نوخ فاستا ان نيت فاستا نا فاستا ايجنسخابن دي gaan wij weer verdelen in twee subcategorieën. Let heel goed op en het zou heel handig zijn voor iedereen om een overzicht voor jezelf te maken, een tabel. Ja? Want daarin wordt het duidelijk. Sifat, de vaste eigenschappen, die zijn te verdelen in twee subcategorieën. Mutadadde en ghayru mutadadde. Mutadadde betekent eigenschappen die een tegenovergestelde hebben. Ja, dus eigenschappen die bijvoorbeeld net als dat je zegt dik en dun, lang en kort. Snap je? Dat er zijn eigenschappen van letters die ook een tegenovergestelde hebben. En er zijn andere eigenschappen die geen tegenovergestelde hebben. Als ik zeg bijvoorbeeld tegen jou, wat is het tegenovergestelde van tijd? Dat is geen, daar is geen tegenovergestelde voor. Zo ook. Maar je hebt dus twee categorieën in die vaste. Het zijn er 17 in totaal. Waaronder 10 met tegenovergestelde. 5 zo, 5 zo. En 7 los, gewoon zonder tegenovergestelde. Begrijp je? Begrijpen jullie dat? Oké. Okay. Gaan we naar deze eerste, as-sifat al-mutadadda. Dus sifat zijn er 10, waarvan wij 5 tegenover 5 hebben. Lees maar. As-sifat al-mutadadda. Wa hiya 10 sifat tanqasimu ila 5 majmu'at, fi kulli majmu'ah sifatan mutadaddatan, ay idha wajadtu sifa idha wujidat. Aw ay إذا وجدت صفة في حرف منهما امتنع عليه ضدها ضدها ولا بد أو ولا بد للحرف من أن يتصف ja. بأحدهما. Oké, okay, wacht even, voordat je doorgaat. Wat zijn as-sifatul mutadadda? Dus de eigenschappen die een tegenovergestelde hebben. Het zijn er 10 met 5 groepen. Dus ieder 2 zit in één groep. De eigenschap met de tegenovergestelde van die eigenschap, de omgekeerde, is één groep. Andere, dus je hebt 5 groepjes. In totaal 10. Dan zegt de schrijver, rahimahullah, iedere letter zit in één van deze één van deze kanten. Ieder letter van deze 5 eigenschappen heeft die eigenschap of de tegenovergestelde. Begrijp wat ik bedoel? Dus als ik een lijst maak met 2, 2, 2, 2, 2. Ja? Snap je wat ik bedoel? Een lijst. En dan heb ik 5 keer 2. Iedere letter zit in deze 5 of aan de rechterkant of aan de linkerkant. Of aan de rechterkant of aan de linkerkant. Begrijp wat ik bedoel? Dus elke, maar hoeveel letters? Dat we net... Alle letters van het Arabisch zitten verdeeld over deze eigenschappen. Dus iedere letter, als die een eigenschap heeft, dan heeft die zijn tegenovergestelde niet meer. Oké. Dus je kan ze niet allebei hebben tegelijkertijd. Ja, we gaan ze zo bekijken. Lees maar. 1 en 2. Wahid wa ithnan. Wa hadhihi as-sifatu hiya. Wahid wa ithnan. Al-hams. وضده وضده متكسرة وضده وضده الجهر. اوكي ما بتكن هذا إيرست أخصاب الهمس ضده تيغنوفر غستيلدو فان الهمس الجهر. إيدر لتر فان الأرابيس ألفابت زيت أوف إن همس أوف إن جهر نيت إن ألفاي بفوربلت ها بفوربلت الباء زيت باي الجهر إس إن هارد لتر مار الهاء زيت باي الهمس. سناب وات بدو؟ Dus wat is het zijn eigenschappen, hè? Wat zei je? Wat is Elhams precies? Gaan we straks behandelen. Elhams is dat het tegenovergestelde van hart.
Hems is zacht en dan met een klein beetje Okay. lucht blazen. Ja? Dus deze eerste groep, dat is categorie, niet, eerste groep van de tegenovergestelde eigenschappen. Alle letters van het alfabet zitten of in de een of in de ander. Gaan we naar de tweede. 3 en 4. ثلاثة وأربعة الشدة البي Nee, dit is الشدة والبينة. Oh. الشدة والبينة. Sorry, niet بينة, بينية. Oh. الشدة والبينية. Toch؟ Ja. Wat صدرت الطوس؟ التوسط. التوسط وضدهما الرخاوة. الرخاوة. Ja, of sommigen zeggen al-rikhawa, wallahu a'lam. Nou, dit is de tweede groep van de tegenovergestelde. Dus ashidda wal-bayniya is tegenovergesteld aan al-rikhawa. Ja? En alle letters van het alfabet hebben dus of het een of het ander. Ik ga je straks uitleggen. Dus letters kunnen meerdere eigenschappen hebben natuurlijk. Het is niet maar één eigenschap voor iedere letter. Ga maar door. Khamsa wa sitta al-isti'la'u wa ziddu'hu al-istifal. Oké, dit is de derde, 5 en 6, derde groep. Dit zijn ook tegenovergesteld aan elkaar. Ga maar door. Sabaa wa thamaniya al-itbaqu wa ziddu al-infitaah. Oké, al-itbaq en tegenovergesteld eraan is al-infitaah. Ga door. Tis'a wa 'ashra al-idlaq wa ziddu. Zeg idlaq, la. الإذلاق. Ja. وضده الإسماط. Ja, الإسمات ook, ما. الإسمات ook. Ja, الإسمات. Oké, dit is dan ook de laatste tegenovergesteld aan elkaar. Dit zijn 10 eigenschappen, 5 om 5. Ja, en bijvoorbeeld als ik naar een letter kijk, ba bijvoorbeeld, dan kijk ik. Ba zit of in el hems of in el jahr. Of in el shidda of in el rakhawa. En dan bij de derde of isti'la of istifal. Het is niet allebei in iedere rij. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dat zijn eigenschappen. Een letter kan meerdere eigenschappen hebben, maar niet 2 eigenschappen tegenovergesteld aan elkaar. Dat kan niet. Ja? Okay. We gaan nu uitleggen. Misschien denken jullie nu, oké, wat zijn al die namen en nooit van gehoord. We gaan ze nu 1 voor 1 uitleggen. Ga maar door. Trouwens, deze dingen, zoals ik al zei eerder, heb ik heel vaak gezegd. Deze dingen zijn belangrijk voor als je wilt weten hoe je een letter goed uitspreekt. Maar als jij een letter al goed kan uitspreken, als jij bijvoorbeeld een Arabische spreker bent, of, dan zijn deze dingen vanzelfsprekend. Deze hoef je alleen te leren in 2 situaties. 1, jij kan het helemaal niet, je weet het niet en je moet het leren om het goed te kunnen doen. Of jij wilt het doorleren, dan moet je het ook kennen. Ja, daarom is het belangrijk. Maar het is niet per se de bedoeling dat je het helemaal uit je hoofd kent, bijvoorbeeld. Ga maar door. Wahid wa isnaan. الهمس وضده الجهر الهمس هو جريان وهو جريان النفس عند النطق بالحرف عند النطق بالحرف بالحرف لضعف بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج وحروفه 10 مجموعة في فحثه شخص سكت. Juist, oké. Hier staat, wat is el hems? El hems is extra lucht die je blaast uit je mond samen met de uitspraak van de letter, want zonder die lucht is die letter te zwak, niet goed te horen. En dat zijn 10 letters die deze eigenschap hebben. فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ. Deze 10 letters. فَحَثَهَ شَخَصَ سَكَتَ. Deze 10, als je ze uitspreekt zonder lucht, vervalt de letter. Dat kun je bijna niet meer horen. Zeg maar, je wilt de K uitspreken. Zonder lucht, je hoort niks. Snap je? Je wilt zeggen de T, de T. Ze wil je uitspreken zonder lucht. Dan hoor je alleen heel iets van je tanden. Maar je moet lucht blazen om die letter te laten horen. He is al helemaal zo. Als je geen lucht blaast, krijg je geen he. Je moet de lucht blazen. Fe, zelfde verhaal. Fe is van je lippen, maar er moet lucht bijkomen. Dus deze 10 letters hebben een eigenschap en dat is elhems. Dat betekent automatisch, vraag aan jullie, dat betekent automatisch, kunnen deze 10 letters het tegenovergestelde eigenschap van dit hebben?
Nee. Is een vraag aan jullie. Nee, de tegenovergestelde is al-jahr, die daaronder staat. Je kan ze niet combineren. Kunnen deze 10 letters een ander eigenschap hebben, behalve al-jahr? Ja. Ja, dus alle letters hebben meerdere eigenschappen. Maar niet twee die tegenovergesteld zijn. Je weet, al-hams en al-jahr zijn tegenovergesteld aan elkaar. Dus deze 10 zitten bij al-hams en zitten niet bij al-jahr. Ja? We gaan kijken, wat is al-jahr? Al-jahr. والانحباس انحباس هو انحباس النفس عند اخلك مثل فتحه بالفاء النفس او هو والنحبي وذكرت هو انحباس هو انحباس وانحباس النفسي او النفسي تخ نفسي او النفسي عند النطق بالحرف لقوتي أو لقوة الاعتماد على المخرج وحروفه 19 حرفا وهو باقي حروف الهجاء. Juist, oké, بارك الله فيك. الجهر is tegenovergestelde van الهمس. الهمس was lucht die mee moet gaan. الجهر is het vasthouden van lucht. Tegenhouden daarvan. Bijvoorbeeld als jij zegt je merkt al, je lippen moeten echt een beetje tegenhouden en dan loslaten. Dan komt die bij eruit. Als jij zegt, je, hetzelfde verhaal. Je voelt in je mond dat je even vasthoudt en dan loslaat. Voordat die letter eruit komt. Pa, ook. Alle andere letters. El hemze, e. De ga. Nee, sorry, ga niet. Staat bij de hems. De andere, bij alle andere letters heb je al-jahr. En dat is dat je mond een klein beetje tegenhoudt en dan loslaat. Dan komt die letter. Bij die 10 daarvoor van al-hams is precies andersom. Daar moet je niks vasthouden, daar moet je juist blazen. Begrijp je? Anders komt die letter niet. Ja? Begrijpen jullie waarom deze tegenovergesteld aan elkaar zijn? Ja. Nou, deze 10, fahathahu shakhsun sakat, zijn bij al-hams. Welke letters zijn dan van al-jahr? Alle andere. Dus als jij 28 letters hebt, en de schrijver zegt 29, als je 29 letters hebt, je haalt 10 af van al-hams, dan blijven de andere 19 voor al-jahr. Ja, dan gaan we naar 3 en 4, dat gaat Ali lezen, inshallah. 3 en 4, dan zie je ook dat deze twee tegenovergesteld aan elkaar zijn. Kijk maar. 3 is bij al-shidda, ja, toch? Al-shidda, al-shidda. Al-shidda. الشدة والبينية والبينية وضدهما الرخاف الرخاوة الشدة هي حبس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج وحروفه 8 مجموعة في أجد قط بكت. Okay. الشدة. الشدة is letterlijk hardheid. Ja, deze letters zijn hard. Waarom? Omdat het geluid abrupt stopt bij de uitspraak. Ja. Dus dit is heel wat anders dan wat we hier, die twee die we hiervoor hebben gehad. Hè? Die al-hams wal-jahr heeft te maken met lucht. En al-shidda heeft te maken met kracht in uitspraak. En dat zijn 8 letters. Verzameld in de zin ajid qat baket. Dat zijn 5 letters die krachtig zijn. Hoor maar. Ba zit er kracht in. Ta zit kracht in. Ka zit kracht in. Je voelt gewoon die inhibas, die vastheid, en dan het loslaten, en dan ook die klap, zeg maar. Ja? De e, en de je, en de de. Dat zijn allemaal krachtige letters. Ta. Ja? Deze letters zijn dus huruf ashidda. Krachtige letters. Heeft niks te maken met zwaar, hè? En tafghim. Is wat anders. Dit is ashidda. Ga maar door. Al-bayniyya. Is ashidda en al-bayniyya dezelfde kant? Of, ja, het is aan dezelfde kant. Benia betekent eigenlijk letterlijk tussenin. Ja, dus dit is gewoon gemiddeld. Ja. Al-Bainiyah
وهي صفة وسط بين الشدة والرخاوة. وأحرفها خمسة مجموعة في لن عمر. لين عمر زيخ زيدان لين عمر أو لن عمر. ديت اس البينية اس eigenlijk ook شدة maar het zijn vijf letters die net ietsje minder hard zijn. En dat zijn deze vijf, Lin Umar. Lin Umar zijn vijf letters, zijn eigenlijk ook krachtig, maar net ietsje minder krachtig. Ja? Dus ze horen bij elkaar, zowel Shidda als Beniya. Maar de ene is net op een lager niveau dan de rest. En dan gaan we naar de tegenovergestelde van Shidda of Beniya. En dat is? الرخاوة وهي جريان الصوت عند النطق بالحرف. وحروفه بقيت بقيته بقية حروف الهجاء وهي 16 حرفا. Oké. الرخاوة is dus tegenovergestelde van الشدة of البينية en dat is dat het geluid niet abrupt stopt. Dat zijn de rest van de letters. Ja, 16 harfen, 16 letters, de rest van het alfabet, daar stopt het geluid niet abrupt. Daar wordt het echt, als je kijkt naar bijvoorbeeld naar ha, ha, daar breekt het niet af. Nee, je laat het tot het vanzelf dempt, zeg maar. Snap je? Die andere letters, daar demp je niet. Nee, daar breek je het geluid om de letter te maken. Je kan niet zeggen, even kijken, als je de da zegt, je hoort wel het geluid achteraf, maar dat is niet meer de da. De da zit echt in het maken van het bewegen van jouw lichaamsdeel. Snap je? Oké, en dat noemen we ar-ragawa. Ar-ragawa betekent eigenlijk slap. Shidda betekent hard en ar-ragawa betekent slap. En zoals ik al zei, iedere letter kan meerdere eigenschappen hebben. Kijk maar naar bijvoorbeeld, als ik met jullie alleen nu even dit. Even een kleine oefening. Als we kijken naar de letter sin. De letter sin. Ja? In groep 1 en 2. Of niet in hems wel jahr. Waar zit de sin? Hoort dat bij el hems of bij el jahr? Bij el hems. Bij el hems. Mooi. Dus niet bij el jahr. Dan gaan we naar 3 en 4. Zit de sin bij el shidda of bij el rachawa? Bij el rachawa. Heel goed. Bij el rachawa. Niet bij shidda. Begrijpen jullie wat ik bedoel met een letter kan meerdere eigenschappen hebben, maar niet tegenovergestelde. Kan niet allebei hebben. Begrijpen jullie dat? Ja. Oké. Okay. Hoeveel waren die tegenovergestelde? In totaal waren dat er 10. 5 om 5. En straks gaan we naar die 7 die geen tegenovergestelde hebben. Dan is het of je hebt het wel of je hebt het niet. Dat is dan alles. En dat heeft niks te maken met tegenovergestelde. We gaan nu naar 5 en 6. Ik heb een vraag. Ja, vertel. Waarom zou de scene bij shidda kunnen horen? Nee, want sin is een letter van een letter waarbij het geluid niet abrupt stopt. Snap je? Niet net als bijvoorbeeld de. Ja, je zegt sin. Je kan niet zeggen de. Snap je? Het is anders. Oké. Dus, begrijp je, dat is het verschil tussen shidda en ragawa. Ragawa zijn slappe letters en shidda zijn krachtige letters. Dus de beide letters spreken zich maar duidelijk uit. Sorry? Welke? Al-Bayniya. Dat is gemiddeld in kracht. Het heeft te maken met kracht, hè? Niet in duidelijk uitspreken. Je kan alle letters duidelijk uitspreken. Ook al-ha. Maar al-ha is de zwakste letter. Dus gewoon alleen maar lucht blazen. Dat is alles. Snap je? Oh. Maar je kan alle letters goed uitspreken. Alleen, dit heeft te maken met kracht in de uitspraak. Dat is alles. Oké. Bijvoorbeeld, als de del... Nee, dat is geen goed voorbeeld. Sorry. Ga maar door. 5 en 6. Al-isti'la'i wadidduhu al-istifan. Al-isti'la' huwa irtifa'u aqsa lil-lisan 'inda an-nutqi bil-harf wa ahrufuhu sab'atu majmu'atun fi في خص ضغط قط. نعم. الاستعلاء en الاستفاء. استعلاء betekent verhoging en الاستفاء betekent verlaging. En dit heeft te maken met
Zware letters. Dit is de zware letters die misschien jullie al eerder hebben gehoord. Ja? Al-isti'la betekent dat je tong, de achterste van je tong, omhoog gaat om een zware, volle letter te maken. Ja? Dit noemen we ook wel bijvoorbeeld ahrufu al-tafghim of wat dan ook. Maar de officiële naam is al-isti'la. Ja? Dat zijn 7 letters. En dat klinkt, spreekt voor zich. Ghussa, daghtin, qil. Luister naar die 7 letters. Allemaal volle zware letters. Deze 7 zijn altijd zwaar. Dit zijn vaste eigenschappen, hè, waar we over praten. Dus de letters die we nu bespreken, die hebben een, dit is hun vaste eigenschap. Hebben ze altijd. Ga, sa, da, ga, ta, ka, wa. Ze zijn allemaal zware letters. En je moet echt een zware mondholte, maak je gewoon zwaar. Je tong gaat een beetje omhoog, zeg maar, achterste van je tong. En dan, al-istifal zijn lage letters, dus licht. Ze zijn licht. Te, se, she, the. Ze zijn allemaal lichte letters. Hoeveel zijn die lichte letters? Tegenovergestelde. Dit zijn er 7, dus de rest is dan licht. Kijk maar, al-istifal. Al-istifal, wan-najfi. In gifal. انخفاض أقصى اللسان عند النطق بالحرف وحروفه هي بقية حروف الهجاء. Ja, dus al-istifal is dat je tong lager zit en dan maak je een licht geluid. En dat zijn dus geen zware letters. En dat is de rest van de letters. Duidelijk? Zoals ik net al voorbeelden heb gegeven. Bijvoorbeeld al-hamza, a, is mustafil. Ba ook. Bij, je zegt niet ba. Als je zegt ba, dan zou het musta'li zijn. Isti'la. Maar omdat je zegt ba, is het istifal. Zie je, er is, el ba heeft dus een kracht, shidda, maar mustafil, dus laag, licht. Ba, niet ba. Begrijp je? De ta, hetzelfde verhaal. Ta heeft hems, hebben we net gehad. Heeft shidda, hebben we ook gehad. En heeft istifal, geen isti'la. Zien jullie hoe die combinatie van die eigenschappen zijn? Iedere letter heeft altijd 1 van deze 5. Van deze 10 dan. Sorry, 5 van deze 10. En hoort... Sorry? Hoort Ra dan ook bij Istifal? Ra is een letter waar we later bij komen. Je hebt gelijk. Die heeft een dynamische eigenschap. Die soms mustafil en soms musta'li. Maar die krijgt een andere naam. Daar komen we later op. Sorry, in dit geval... Nee. In dit geval zegt, als het gaat om de vaste eigenschappen, dan zit er ra bij istifal, ja. Maar er komt soms een extra eigenschap bij die hem zwaarder maakt. Dat kan soms. Dat is niet altijd. De ra is een dynamische letter. En daar komen we later bij, inshallah. Gaan we naar 7 en 8. Al-itbaqi wa didduhu al-infitaah. Al-itbaq. Huwa is il-saq. إلصاق أكثر اللسان على ما يحاذيه من الحنك من الحنك الأعلى وأحرفه 4 هي الصاد الضاد الطاء الظاء. أوكي. الإطباق هو إلصاق أكثر اللسان على ما يحاذيه من الحنك الأعلى. Dus by these 4 letters صاد ضاد طاء ظاء plak je je tong een klein, of een deel van je tong, niet je hele tong, aan de bovenkant van je mond, je gehemelte. Ja? Een deel daarvan. En daarna maak je hem los en dan komt het geluid. Bijvoorbeeld, sa, bad, pa en wa. Snap je? Je begint dicht en je opent het. Je opent je mond en dan komen deze 4 letters. Dat noemen we al-itbaq. Ja? Gaan we naar het tegenovergestelde. الانفتاح هو تجافي اللسان او معظمه تبار سوري معظمه عن الحنك الاعلى عند النطق بالحرف وحروفه 25 حرفا هي بقية حروف الهجاء. Juist, oké. Okay. الانفتاح
Tegenovergesteld is dat het grootste deel van je tong of je hele tong niet aan je, bij je mondgehemelte zit, maar los daarvan. Ja? Dat is het tegenovergestelde. En let op dat de schrijver gewoon duidelijk zegt, het is niet altijd of de hele tong of niet. Nee, het is een deel van de tong. Dus soms een deel van de tong of soms een kleine deel. En dat maakt het verschil tussen de eigenschappen. En dan gaan we naar de laatste twee soorten. Lees maar. الإذلاق وضده الإصمات. الإذلاق هو الطرف والسهولة. أحرفه ستة مجموعة في فر من لب. فر من لب. فر من لب. حيث يخرج من طرف اللسان اللام والراء والنون ومن طرف الشفتين الفاء والميم والباء. Juist. الإذلاق. Sorry. أستاذ يلبن إيفتش فاست. Ja, ik kreeg dat bij jou, dus ik weet niet of het aan mij lag of aan jou. Geen probleem. Je bent weer terug. Het kan aan mij liggen, ja. Oké. Al-idhlaq zijn dus de makkelijke letters. Al-idhlaq zijn letters die heel soepel en makkelijk uitgesproken worden. En dat zijn er 6. Farra min lub. Dat is de combinatie van de letters om het te leren. Farra min lub. Dat zijn 6 makkelijke letters. En je ziet al waarom. De eerste 3, lam, ra, noon, komen uit het puntje van je tong. La, ra, na. Makkelijk. En de andere 3, fa, min, ba, komen allemaal uit je lippen. Dus niks uit je keel, niks uit achterste van je tong, niks. Dus deze 6 zijn makkelijke letters. Dan gaan we naar het laatste. Al-ismat. Al-idhlaq zijn dus makkelijke, soepele letters. Makkelijk waarbij je... Het komt uit je lippen. Is het niet een beetje hetzelfde zoals... Zoals? Is het een beetje hetzelfde zoals infitaar? Zoals infitaar? Nee, niet echt. Want el invitaag en itbaag heeft te maken met hoeveel de tong tegen de gehemelte aan zit. Daar heeft het mee te maken. Snap je? En idhlaq zijn hele simpele letters waarbij je weinig nodig hebt. El ba kun je gewoon uitspreken door alleen je tong, je lippen. Fa ook. En el mim ook. En de lam, ra, noen heb je alleen het puntje van je tong nodig. Snap je? Terwijl bij andere letters heb je keel nog erbij en diep in je keel of niet, achterste van je tong, noem maar op. Daar moet je kiezen nog bij gebruiken. Dus daarom is het verschil tussen makkelijke letters, soepel en niet. Ja, dan gaan we nu, wat is het tegenovergestelde van al-idhlaq? Is al-ismat. Gaan we even kijken wat dat is. Ja. Lees maar. Al-ismat, wa huwa mti. امتناع وهو من وخ وهو امتناع اوليفر فاست افورتاج وهو امتناع انت تنظر مال ليخت او ده تساو كله ايك فينيت وهو امتناع المتكلم عن الاتيان بكلمه رباعية أو خماسية مباعية رباعية أو خماسية الأصل خالية من أحد أحرف الإذلاق إلا كلمة عسجد وقيل إنها معربة. Dit is ja, wat moeilijke beschrijving van al-ismat, maar het is eigenlijk tegenovergestelde van al-idhlaq. Ja? Dus de schrijver zegt, het enige woord met 4 letters of 5 letters in het Arabisch dat je kan maken zonder huruf al-idhlaq is asjad. Maar ik weet niet precies hoe de... Ik kan deze zin niet goed uitleggen als het ware. Ik weet niet precies hoe deze zin in past bij al-ismat. Maar geen inshallah. Het is dus het tegenovergestelde van al-idhlaq. Wij hebben nu, we stoppen hier, want zodat het duidelijk wordt voor iedereen die het volgt, wat deze 10 eigenschappen zijn.
Wij hebben nu gekeken naar de letters met de eigenschappen van de letters. We keken naar twee categorieën. De eerste categorie is de vaste eigenschappen. En dat zijn er 10. En daarna hebben we gekeken naar... Sorry, het zijn niet 10. Dat zijn er... ja, er zijn er 17, waarvan 10 met tegenovergestelde. En je hebt de tweede categorie. En dat zijn niet vaste eigenschappen. En die behandelen we later, inshallah. Waarom stop ik hier? Om het duidelijk te laten worden en te laten inzinken. Zodat je voor jezelf een overzicht kan maken. En misschien terug kan kijken. En dat de les niet te lang wordt. Dus ik hoop dat tot nu toe duidelijk is. Hebben jullie nog vragen hierover? Oké. Dus jullie begrijpen inshallah dat de eigenschappen van de letters die vast zijn, zijn er tot nu toe 10 met tegenovergestelde, dus 5 om 5. Iedere letter zit in of in de ene of in de andere. Of in de ene of in de andere. Ja? Begrijpen jullie dat? Ja. Oké. Dus ja, iedere letter heeft op zijn minst 5 eigenschappen, op zijn minst. Iedere letter. Het is of hems of jahr. Of idlaab, of ismaat. Of intwaab, of invita, enzovoort. Hoe dan? Hoe bedoelt u? Op zijn minst, hè? Op zijn minimaal 5 eigenschappen voor iedere letter. Begrijp je? Later komen we bij een nieuwe eigenschap. Kijk, we hebben nu 10 eigenschappen gehad, toch? Ja. Oké. Okay. Iedere letter, laten we even pakken de letter B, bijvoorbeeld. Letter B zit bij al-jahr. Zit ook bij al-shidda of al-rachawa. Zit bij al-shidda. 2. Zit bij isti'la of bij istifal? Zit bij istifal. Hier. 3. Itbaq zit... Nee, hij zit bij invita. En zit hij bij idlaq of ismat? Hij zit bij ismat. Dat zijn er 5. Oh, dus hij heeft bij elke categorie heeft hij of de tegenovergestelde of die andere? Juist, dat is het. Het is of het een of het ander. Ja? Oké. Als je dat begrijpt, dan gaan we volgende keer naar... As-sifat ghayrul mutadadda, de eigenschappen die geen tegenovergestelde hebben, want het is makkelijk. Dat is gewoon of de letter heeft het of hij heeft het niet. Klaar. Ja, dat behandelen we de volgende keer, inshallah. Ik heb een vraag. Moet je per letter weten welke eigenschap hij heeft? Of, sorry? Moet je per letter weten welke eigenschappen hij bezit? Als je goed wilt uitspreken, als je moeite hebt met uitspraak, als je het niet. Als je vaak fouten maakt, dan is het belangrijk. Maar zoals ik al zei, als iemand gewoon aanleg heeft voor het Arabisch en je hebt het Arabisch goed geleerd, goed gehoord van goed sprekende mensen enzovoort, dan heb je daar geen moeite mee, heb je daar geen last van. Snap je? Maar als je moeite hebt met, als je vaak fouten maakt in de uitspraak, dan moet je ze wel kennen. En het is wel handig om ze te kennen, voor ons allemaal eigenlijk. Ook voor mij, voor jou, voor iedereen. Waarom? Want dan maken wij minder fouten in de Koran. Dan gaan wij minder vaak zeggen bijvoorbeeld dinar, bijvoorbeeld. Omdat we weten, de na is geen isti'la, de na is istifal. Dus je kan nooit zeggen dinar, snap je? Zeg je altijd dinar, na, dat soort dingen. Ja? Oké. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.